Een warm onthaal voor doelman Diederik Boer zaterdagmiddag in het Zwolse Wietem. Na 3 jaar Ajax keert de Emmeloorder terug op het oude nest bij PEC Zwolle. En zaterdag stond de allereerste training in de aanloop naar het nieuwe seizoen op het programma. En dat was best een speciaal moment voor de keeper. Het is weer een nieuw begin van een nieuw hoofdstuk. En ik heb gewoon heel veel zin in. Wat dacht jij vanochtend toen jij wegreed uit Emmeloord? Dat ik weer de andere weg moest op moest in plaats van de A6 op de N50 op. Dus dat was even switchen weer. Maar voor de rest, een geweldig gevoel weer. En hopen dat we met z'n allen een geweldig seizoen kunnen maken. Boer zat de afgelopen 3 jaar op de bank bij Ajax. Maar die periode is nu afgesloten. De Emmeloorder heeft maar met één doel een contract getekend bij PEC. Het mag duidelijk zijn, ik ben hierheen gekomen om eerst keeper te worden. Dus dat is heel simpel. Nou ja, zijn rol is in eerste instantie dat hij moet zorgen dat hij gaat vechten om een positie in de goal natuurlijk. Daarnaast weten we ook dat hij een rol heeft. Hij is een ervaren speler, een ervaren keeper. Dus komt uit Zwolle, dus het is, heeft een geschiedenis hier. Dus ja, het is ook belangrijk voor de groep om een goede balans te hebben in de jongens die we gehaald hebben. Ik denk dat met het weggaan van een aantal jongens en nu weer het terughalen van een speler als Diederik, keeper als Diederik. Ja, dat geeft ook weer wat extra's aan de kleedkamer en aan de club. En om weer op het allerhoogste niveau te gaan keepen, moet de 36-jarige Boer de concurrentiestrijd aan met de 23-jarige Mickey van der Hart. Ik denk dat Mickey over het algemeen gewoon een allround keeper is. Uit de Ajax-school, dus technisch goed onderlegd. Prima meevoetballen, dus wat dat betreft is het gewoon een prima keeper. Maar jij, een completere keeper? Kijk, dat zullen we allemaal wel gaan zien, weet je wel. Kijk, om nu al meteen dat soort dingen op te gaan raken, of ik een betere keeper ben of dat ik een andere keeper. Ik ben gewoon een andere keeper. Dat is ook logisch en we gaan het allemaal wel zien in de loop van de voorbereiding. Hij heeft heel veel getraind op een hoog niveau bij Ajax. Hij heeft genoeg wedstrijden gespeeld bij jong Ajax. En Mickey aan de andere kant heeft weer heel veel wedstrijden gespeeld afgelopen jaar. Dat is een mooie. Dus daar hebben we in ieder geval die posities zijn denk ik goed ingevuld. Kijk, ik ben gewoon heel fit nog. Ik heb Ajax bijna geen training gemist. De intensiteit ligt daar heel hoog op training. Dus wat dat betreft moet je daar gewoon fit zijn om daar elke dag aan de bak te kunnen. Dus wat dat betreft ben ik heel fit. Ik kijk zelf niet zo heel erg naar nummertjes. In Nederland wordt het wel heel erg gedaan, vind ik. Kijk naar Italië. Die Juventus haalt de Champions League finale met een gemiddelde achterhoede. Leeftijd volgens mij van 39. Dus wat dat betreft geeft dat wel aan dat het uiteindelijk om kwaliteit draait en niet om leeftijd. Wat gaat er absoluut de doorslag geven in je keuze uiteindelijk? Nou ja, we gaan gewoon goed kijken. Het zijn verschillende dingen, maar ja, daar hoef ik nu niet op vooruit te lopen. Dat is, we zijn net begonnen, eerste dag. En we gaan rustig trainen. En dan komen die dingen worden vanzelf op een gegeven moment duidelijk, hoop ik. PEC opent het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zondag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Roda JC.